Mag ik uw aandacht voor de speech Zijn wij muzikale dieren, gegeven door Henk Jan Honing. Ja. Goedemiddag. Ik ga u overtuigen van één ding, hopelijk. En dat is dat u muzikaler bent dan u misschien zelf denkt. Ik ga u proberen wat voorbeelden te geven. Ik heb luistertestjes meegebracht, dus we gaan het gewoon testen. Dat u eigenlijk een muzikaal dier bent, vandaar deze titel. Het is om ook tegelijkertijd de bijwerking van dit onderwerp is dat u een indruk krijgt van dat vakgebied wat we muziekcognitie noemen. En dat is een vakgebied wat muziek bestudeert, eigenlijk het luisteren naar muziek. En gebruik maken van methodes uit de psychologie. We doen luisterexperimenten, u zult daar wat voorbeelden van zien. En informatica, we maken machientjes om iets van het luisteren te snappen. En u zult al gaande de lezing daar wat voorbeelden van krijgen. Maar ik wil beginnen met een luistervoorbeeld en u meteen aan het werk te zetten. Luistert u naar deze twee korte fragmenten. En de vraag aan u is, hoort u het verschil tussen deze twee huilende baby's? Dat is de ene baby. En dat is de andere baby. Hoor je verschil? Wat is het verschil? Langer. Zit een hikje aan? Ja? De eerste baby is een Duitse baby. Ik kan het u laten zien. Oeps, ga even terug. De eerste is een Duitse baby. En daar is eigenlijk niks bijzonders aan. Die huilt zoals je het zou verwachten. Die zet druk op zijn keel, druk valt weg, toonhoogte gaat naar beneden. Hard aan het begin, zacht aan het einde. Die andere baby is een Franse baby. Die huilt tegen het systeem in, zeg maar. Tegen het fysieke systeem in. Die huilt omhoog, om aan het einde een beetje te dalen. En alle energie zit aan het einde. Nou, je zou zeggen misschien, nou, dit zijn twee gewoon voorbeelden die mooi dat verhaal ondersteunen. Maar deze onderzoekers hebben dat met 60 huilende baby's gedaan. 30 Duitse en 30 Franse baby's. En er zit een significant verschil tussen. Dus over grote groepen baby's huilen Franse baby's anders dan Duitse baby's. Nou, ik werd daar erg opgewonden van toen ik dat las een jaar of 3 geleden. In de zin van, ja, waarom doen die baby's dat? Deze onderzoekers die zeggen van, nou, dit zijn de eerste tekenen van taalgevoel. Hun ouders namelijk van deze baby's spreken Frans. En het gemiddelde intonatiepatroon in Frans is omhoog. En in Duits is het algemene intonatiepatroon is naar beneden. Dus deze baby's die horen al de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Die pikken die intonatiepatronen van hun moedertaal op. En dat imiteren ze in hun huilen. En vandaar de interpretatie, nou dat is taalgevoel. Ze imiteren al de taal van hun ouders. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Het zal u niet verrassen. Ik denk dat dit de eerste tekenen zijn van een aanleg voor muziek. Taal speelt bij baby's pas een rol rond 6-7 maanden, waar ze woordgrenzen beginnen te horen. Voor die tijd hebben ze een enorme gevoeligheid voor intonatie, contouren, zeg maar melodie. Voor ritmes, ik heb daar misschien nog andere voorbeelden van. En voor dynamiek, zeg maar de bouwstenen van muziek, daar zijn die baby's extreem gevoelig voor en dat imiteren ze meteen. En dit is daar denk ik een voorbeeld van. Dus mijn claim gaat worden, en ik hoop dat ik u daar in 15 minuten van kan overtuigen. Dat we eigenlijk in aanleg heel muzikaal zijn. Dat we behalve een gevoel voor taal ook een gevoel voor muziek hebben. En dat we allemaal een aanleg voor muziek hebben. Nou, ik ga dat proberen. En ik ga u vragen, wie van u vindt zich muzikaal? Kijk, dat is ongeveer 50%. Dus voelde ik aankomen, wie vindt zich niet muzikaal? Kijk, daar is werk te verzetten. Heb ik een testje voor. Daar weten we namelijk heel veel van. We weten minder veel van muzikaliteit. Maar we weten heel veel, dankzij Isabelle Peretz en andere collega's in Canada, van amuzikaliteit, van amuzie, mensen die amuzie lijden. Dit is een luistertestje. Dezelfde vraag weer aan u. Klinken deze twee voorbeelden hetzelfde of zijn ze verschillend? Komen ze. Dus het eerste voorbeeld, is dat hetzelfde of is dat anders als het tweede voorbeeld? Wie twijfelt? Wie twijfelt, als je eerlijk bent? Niemand? Niet hetzelfde. Is het juiste antwoord. 4% van de wereldbevolking is de schatting, kan dit verschil niet horen. Die lijden dus aan amuzie, die zijn toondoof. Dat is een
Ja, dan ben je eigenlijk amuzikaal in de zin dat je geen verschillen tussen melodieën kan horen. Dat is een aandoening bij de geboorte of door hersenletsel veroorzaakt. Maar bij bepaalde hersengebieden, daar is kennelijk iets met de functie fout gegaan. Nou moet je bedenken, nou, dit zijn dus de gebieden die betrokken zijn. Ik ga daar niet in detail over vertellen. Je moet bedenken dat het hele netwerken zijn. En in die netwerken is iets fout bij deze mensen. Als je kijkt naar de hersengebieden die betrokken zijn bij het luisteren, wat we allemaal doen, hè, we luisteren allemaal naar muziek, dan zie je dat eigenlijk zo'n beetje de hele hersenen daarbij betrokken zijn. Dus dat idee van dat muziek in die rechter hersenhelft zit, dat is eigenlijk een beetje onzin, in ieder geval wat het luisteren betreft. Onze hele hersenen, al onze hersengebieden zijn betrokken bij verschillende aspecten van muziek, bij het luisteren naar muziek. Nou, ik ga niet veel over de hersenen vertellen, want dat gaat Victor Lamme zo meteen na mij, gaat heel veel over de hersenen vertellen. Ik ga terug, of ik blijf bij mijn hoofdvraag, waar ik u van wil overtuigen, namelijk als u denkt dat u niet muzikaal bent, van waar ligt dat dan aan? Wat zijn nou de dingen die je moet kunnen, volgens mijn definitie, of de definitie die we gebruiken in mijn vakgebied, die je muzikaal maakt? Nou, verrassend genoeg zijn daar twee zaken. En ik zal van alle twee een voorbeeld geven. Dat is relatief gehoor en maatgevoel. Dat zijn eigenlijk de twee zaken die ons muzikale dieren maken. Er is heel veel voor te zeggen dat dat eigenschappen zijn die conditioneel zijn op het ontstaan van muziek. Als je geen relatief gehoor hebt en geen maatgevoel hebt, is muziek onmogelijk. Nou, relatief gehoor is anders als absoluut gehoor. Absoluut gehoor is, sommige muzici zeggen van dat is heel bijzonder, dat is een heel muzikaal talent. Onzin. Wat heel bijzonder is, is relatief gehoor. En dat kunnen we ook even testen, hoe goed uw relatief gehoor is. Wederom dezelfde opzet hier. U hoort twee korte fragmenten, A en B. En weer de vraag aan u, zijn die twee voorbeelden nou hetzelfde of zijn ze verschillend? Alleen is nu het tweede melodietje ietsje hoger. Dus de vraag is, van, kunt u beoordelen of het hetzelfde melodietje is? Het tweede melodietje is wel iets hoger gespeeld. Ja? Komt-ie. Is dat hetzelfde liedje als dit liedje? Wie zegt nee? Meerderheid. Is het juiste antwoord? Onthoud even wat u gezegd heeft voor B. Nog eentje. Is dat hetzelfde als dit liedje? Wie zegt weer verschillend? Oké, wie zegt is hetzelfde? 50-50. 50-50%. Dat is een replicatie van een experiment wat gedaan is door Canadese onderzoekers. Prachtig onderzoek vind ik dat. Alle drie de melodietjes zijn anders. Maar kennelijk gebeurt er iets raars met het laatste melodietje. Wat is daar aan de hand? Nou, kijk. A, B en C. Het zijn alle drie verschillende melodietjes, maar ze veranderen of zijn eigenlijk verschillend, maar in één toon. De eerste vergelijking die u maakte, die iedereen hoorde, is een hele toon of een semitoon hoger gemaakt. Dus de één noot is ietsje hoger gemaakt. Bij het laatste voorbeeld, waar we 50-50 hadden, ik sta ervoor van de andere kant, zie ik. Dat is een ingewikkelde collegezaal zo. is vier semitoons, vier stapjes op de piano hoger. Vreemd genoeg horen we dit allemaal. En dit veel grotere verschil, daar is twijfel over. De mensen die dat verschil niet horen, zijn haast te muzikaal. Die projecteren de hele westerse harmonie op dit luisteren. Die horen dat dat nootje past in de harmonische overgang die dat melodietje induceert, opwekt tijdens het luisteren. En je hoort geen verschil, want ja, je verwacht die toon toch al. Die toon is er niet, maar je corrigeert je perceptie, zeg maar. Nou, als je dit met volwassenen doet, krijg je dit effect. 50-50, in sommige culturen is het een andere verhouding. Maar als je het aan pasgeboren baby's horen, die horen dat allemaal even goed. Dus het is duidelijk een effect van cultuur, van blootgesteld zijn aan bepaalde harmonieën, die maakt dat je waarneming beïnvloed wordt. Dat je andere dingen hoort dan dat er feitelijk zijn. Dus dat laat zien dat we eigenlijk heel muzikaal zijn in het luisteren. Nou, dat is heel kort verteld wat relatief gehoor is. Dus het herkennen van een melodietje, ongeacht van hoe hoog die gespeeld wordt, en die structuur van dat melodietje herkennen en kunnen interpreteren. En soms zelfs actief veranderen terwijl je ernaar luistert. Dat is relatief gehoor. Dat is heel bijzonder. En dat is iets wat kleine kinderen, baby's ontwikkelen na een paar maanden. En wat andere dieren lijken niet te hebben. Dus dat lijkt iets uniek menselijks te zijn. Nou, het andere aspect waar ik het in de laatste 5 minuten over wil hebben is maatgevoel. Dat is een ander aspect van onze muzikaliteit, denk ik. Dat is zeg maar dat je hoort hoe snel de muziek is. Of dat de muziek sneller of langzamer wordt. Dat je hoort dat er regelmaat in de muziek zit.
Het is fundamenteel voor muziek maken, omdat je anders niet samen muziek kan maken. Als je niet weet hoe snel die andere persoon speelt, kan je niet samen muziek maken. Dus maatgevoel is fundamenteel, conditioneel voor het ontstaan van muziek. Dat maakt het dus een heel interessant fenomeen. Er zijn verschillende theorieën over. De meeste theorieën zeggen van nou, het is aangeleerd, het is iets cultureels. Het is iets wat in onze westerse cultuur is ontwikkeld. We hebben dat getoetst en je moet niet schrikken als u het volgende plaatje ziet. Maar het ziet er een beetje eng uit, maar dat is het niet. Het is een pasgeboren baby in een van onze luisterexperimenten die we gedaan hebben. En die heeft een paar plakkertjes op het hoofd. We meten het EEG, het elektrisch potentiaal op de schedel. En ze slapen lekker, ze hebben net gegeten, de moeder is erbij, niks aan de hand. En ze hebben een grote koptelefoon op. Je ziet hem hier. Een koptelefoon met buisjes. En daarna luisteren ze naar ritmes. En ze luisteren naar dit ritme. Kan ik u even laten horen. Met u aan u de vraag van hoeveel syncopes zitten er in het ritme. Hoeveel momenten dat het ritme zeg maar een beetje schort. Of zeg maar, we noemen dat luide rusten. Gaten in het ritme die je heel erg opvallen. Dus telt u hoeveel van die opvallende gaten u in het ritme hoort. Komt het voorbeeld. Wie telde er 2? Wie telde er 5? Er waren er 5. Maar de meeste mensen hebben een hele sterke verwachting van de regelmaat. En dan valt die ene rust valt meer op dan die andere rust. Dus dat is een luide rust. De andere zijn stille rusten. Die zijn fysiek identiek, maar onze verwachting maakt dat deze bepaalde momenten eruit springen. En dat konden we laten zien ook met deze pasgeboren baby's. Er waren 14 baby's. Ja, dit is een ingewikkeld grafiekje, maar hier werden wij heel erg opgewonden van ook weer. Dit rode lijntje, wat anders is als die andere lijntjes, die aangeven dat hun hersenen verrast waren als er zo'n luide rust voorbij kwamen. Dus ze hoorden al die syncopes. Dus een stilte op een belangrijke plek in het ritme hoorden ze. Was een verrassing als die weggelaten werd als een noot op een onbelangrijke punt. Dus baby's, dit waren baby's van 2-3 dagen oud, hebben al maatgevoel. En dan komt de vraag, en dat is mijn laatste stuk uit mijn verhaal, van ja, waarom? Die baby's die imiteren dus al het huilen, in hun huilen de taal van hun ouders, of die pikken al melodiepatronen op, hebben dus ook al maatgevoel op dag 1. Waarom is dat? Is dat inderdaad dat we allemaal klaar zijn voor muziek, of heeft het ook nog andere interpretaties? Nou, dat is dus interessant om te kijken van, nou, wat maakt nou dat wij maatgevoel hebben en in hoeverre delen we dat met andere dieren? Want dan kan je iets zeggen over het ontstaan van muziek. Hoe lang geleden is muziek ontstaan? Als andere dieren dat ook hebben, en sommige dieren dat misschien ook hebben, dan kan je zeggen van nou, onze gemeenschappelijke voorouder had kennelijk al de basismechanismen die muziek mogelijk maken. Want als je geen maatgevoel hebt, dan kan muziek niet ontstaan. Is het argument. Nou, de eerste diersoort waar je dan natuurlijk gaat kijken, zo'n 5 tot 10 miljoen jaar geleden, zijn de mensapen. Dit is een fragment uit een filmpje van Bert Haanstra. En dan zie je een gorilla op een grote oliedrum slaan. Apen, mensapen, hebben ritmegevoel in de zin van ritme. Ze kunnen ritmisch muziek maken, dus die kunnen trommelen. Dat kan je ze leren. Maar als je die apen vraagt van trommel nou eens in de maat van de muziek, of trommel nou eens samen, proberen nou eens synchroon met het geluid te trommelen, wat we allemaal kunnen, meeklappen op de maat van de muziek, lukt dat niet. Een collega van mij heeft dat 3 jaar geleden geprobeerd, voor bijna een jaar met een rhesusaapje, is niet gelukt. Kon het niet leren. Dus dat suggereert dat maatgevoel iets is wat 5 tot 10 miljoen jaar geleden is ontstaan. Kennelijk een cognitieve vaardigheid die wij mensen hebben en we niet delen met andere mensapen. Dan moet ik zeggen dat er een heleboel gaten nog in dit onderzoek zitten, maar dat is zo'n beetje te claim. Als je veel verder teruggaat, zeg maar 350 of 310 miljoen jaar geleden. Ja, u herkent hem misschien, dat is de dansende kakadoe, Snowball. Ik kan hem nog in een wat groter, langer fragment laten zien. De vraag is of die vogel dat nou wel heeft. Dus het is een vogel die genetisch veel verder van ons verwijderd is, evolutionair gezien. En het lijkt dat die maatgevoel heeft. Hi Snowball. Hier treedt hij op in een of andere wetenschapsshow. Irina, this is so much better than Dancing with the Stars. Tell us very briefly what Snowball can do and then we'll witness it for ourselves. Well, Snowball can dance to a beat and he actually adjusts his dancing to fit the tempo of music. Shall we? Brothers, sisters, everybody say.
Does he like for everybody to join in? Shall we? Nou, ik weet niet wat u hiervan denkt. Heeft hij maatgevoel of doet hij zijn baasje na? Dat was de grote vraag. Een collega heeft dat getest, heel ingenieus. Die heeft zijn favoriete muziek. Dit zijn de Backstreet Boys, heel goed. De juiste generatie. De Backstreet Boys, dat is zijn favoriete liedje. Daar gaat hij meteen spontaan op dansen. Hebben ze dat liedje laten horen en steeds een beetje sneller gemaakt. Zonder dat ze de toonhoogte veranderen. Dus steeds het liedje iets sneller laten horen. En dit zijn video-opnames bij Snowball thuis. En de muziek gaat steeds ietsje sneller. Zou je iets sneller? Yes, he's doing it. He's got it. Come on. En nog iets sneller. Nou, er is veel discussie over. Er zijn heel veel experimenten daarna gedaan, maar het lijkt dat papegaaien, zangvogels, dat die wel maatgevoel hebben. Dus nou moeten we iets verklaren. Nou moeten we verklaren waarom wij mensen nou maatgevoel niet delen met onze naaste soortgenoten, maar wel met een veel, evolutionair gezien, veel verder van ons verwijderde vogelsoorten. En de hypothese is dat we dat delen met vocal learners, maar dat is een heel verhaal wat ik nu even niet kan vertellen. Maar dat maakt het dus heel spannend. Nu met deze technieken, met zo'n het specifiek maken van wat nou muzikaliteit inhoudt, kijken of je die mechanismes vindt bij andere dieren, kan je opeens iets zeggen over het ontstaan van muziek. Dus speculatie kan je nu onderbouwen met empirische evidentie door te kijken, vergelijkend onderzoek te doen. Kijken naar andere diersoorten, of die wel of niet relatief gehoor hebben. Of maatgevoel. Nou, ik moet afsluiten. Ik vat nog even samen voor de duidelijkheid. Ik hoop dat ik u in de korte tijd die ik daarvoor had, heb kunnen overtuigen van het feit dat we, nou ja, zo goed als allemaal muzikaal zijn. En dan in de zin dat we allemaal relatief gehoor hebben. Iets waarvan u denkt van ja, dat is triviaal, een melodietje herkennen, los van de toonhoogte of maatgevoel. Dat is helemaal niet zo triviaal, want het is heel moeilijk om dat bij andere dieren te vinden. En dat is nu, en dat is eigenlijk de derde punt, dat is nu wat we nu in kaart aan het brengen zijn. We zijn op het moment dat we dit onderzoek doen, wat we met baby's doen, zijn we ook met rhesusaapjes aan het doen. Zien of die ook, als we daar elektrodes op de hoofd plakken, of die ook verrast zijn door een luide rust of niet. Allemaal erg spannend. Mag ik u allemaal niks over vertellen. Dank voor uw aandacht. Dankjewel. Henk-Jan Honing, ben je zelf muzikaal? Vind je jezelf eigenlijk muzikaal? Iedereen is muzikaal, dus ik ook. Okay. Dat is wel geruststellend, toch? Schrijf je ook? Ja, daar maak ik net even reclame voor. Oh, okay. Ja. Oh, dat heb ik dan net even gemist. Oh, wat goed. Dit was geen één-op-één inkoppertje, hoor. Een publieksboek dat heet Iedereen is muzikaal. Ik had het weg kunnen geven als iemand hier zei dat hij niet muzikaal was, maar we hebben niet zo iemand gehad. Dus, want iedereen is muzikaal. Kennelijk, die hier is. Ja. Ja. Ik heb weer ruimte voor één of twee korte en bondige vragen. Twee heren achterin. Ik had u inderdaad nog niet eerder gezien. Ik kan niet naar u toe. Als u heel hard uw vraag schreeuwt, herhalen we hem hier. Ik ben nog wel benieuwd naar de reden van het verschil tussen Duitse en Franse baby's. Bijvoorbeeld ze huilen. Ik hoop dat u dat uitgelegd. Het verschil tussen Duitse en Franse baby's. Waarom ze verschillend huilen. Meneer zegt dat Henk-Jan Honing dat nog niet heeft uitgelegd. Ja. Dat ze verschillend huilen is vastgesteld, dat heb ik laten zien. De reden waarom ze verschillend huilen is dat er de hypothese of de interpretatie van deze onderzoekers is dat ze het gemiddelde intonatiepatroon van hun moedertaal imiteren. Oh. Dus ze horen in de baarmoeder de laatste drie maanden het Frans van hun Franse ouders en het Duits van hun Duitse ouders. En dat imiteren ze in hun huilen. Ik vertel dat wel heel erg snel. Ja. Ik ben het eens, het is een empirisch feit, daar kan ik niks tegen zeggen. Maar hun interpretatie dat het een taalgevoel is, vind ik, ja, er is net zoveel en misschien wel meer voor te zeggen dat het een muzikaal talent is. Dat ze melodieën herkennen en imiteren. Ja. Dankjewel. Meneer Achterin, u had ook een vraag. Als het een korte is, neem ik u ook mee. Meneer Achterin, hardop alsjeblieft. Ja, ik zal het best. Ik vroeg me af of het nou ook zo is dat we dan alle geluiden die we alle dagen zo in ons heen horen, ook als muziek horen,
en interpreteren. Ja. En dat muziek, dat ons innerlijk gevoel van muzikaliteit daarbij dan helpt om ons om ja. Op te bewegen. Ja, dat is een leuke vraag. Kunt u dat samenvatten? Ja, de vraag is of we alle omgevingsgeluiden vervolgens als muziek gaan interpreteren, hè, om het zo maar eens te zeggen. Het is eigenlijk zoals je naar de wolken kijkt. Wij kunnen ook niet naar wolken kijken zonder dat we daar gezichten of dieren of beesten in zien. Zo is het met geluid net zo. Wij zijn zo muzikaal dat wij maar een vogel hoeven te zingen of een trein voorbij hoeven te komen of we horen daar muziek in. Maar dat komt wel door onze hersenen. Dat is wel ons cognitief systeem die daar muziek voor maakt. Het is maar helemaal de vraag of het voor die vogel of voor die trein ook muziek is. En dat is iets wat we proberen uit te zoeken. Meneer, ik had u beloofd. Kunt u even gaan staan? Bij u kan ik wel komen trouwens. Ja. Waarom houden heel veel mensen niet van jazzmuziek? Waarom houden heel veel mensen die wel muzikaal zijn en die verafschuwen jazzmuziek? Ja, waarom vinden sommige mensen jazz zo heel erg akelig? Er zijn een heleboel soorten muziek die mensen akelig vinden. En gelukkig zijn er nog veel meer soorten muziek die een heleboel mensen leuk vinden. En dat is meer een cultureel aspect, denk ik. Vermoed ik. Ik denk dat jazz is wel zo'n voorbeeld waarbij wat heel ontoegankelijk kan zijn. En dat kan ook het afschrikkende zijn voor sommige mensen, kan ik me voorstellen. Maar hetzelfde als je Chinese opera voor het eerst hoort, dat je ook denkt van wat is dat nou? Vaak, en dat blijkt ook met allerlei studies met hele jonge kinderen, als je die maar blootstelt aan dat soort muziek, dan na een paar weken kunnen ze al de verschillen heel goed erin horen. Ik heb prachtige voorbeelden van baby's van 6 maanden oud die Bulgaarse ritmes uit elkaar kunnen houden. Terwijl hun ouders daar nooit naar luisteren. Dus dat is een enorm talent wat we allemaal hebben. Dus ik vermoed dat een hekel hebben aan jazz, dat iets cultureels is. Dat je dat aangeleerd hebt omdat je ouders dat zo heel erg leuk vonden. Of juist helemaal niet leuk vonden. Dan dat iets aangeborens is. Dat vermoed ik niet. Houdt u zelf van jazz? Oké. Behalve van klassiek? Ook van klassiek, sorry. En van klassiek. Oké, dank u wel. Ik moet het helaas gaan afronden, want we gaan door naar de volgende spreker. Het spijt me, ik zie allemaal mensen met een vraag. Volgende keer gelijk je hand opsteken, dan kom ik naar u toe, mevrouw. Oké. Meneer Honing, mag ik u hartelijk bedanken voor deze fantastische bijdrage. Ook voor u een mooi presentje. Dank je wel. Mooi. Bedankt. En we zien u heel graag terug bij een volgende gelegenheid. Henk-Jan Honing, dames en heren. Muzikaliteit. De titel was Wat maakt ons muzikale dieren? En ik heb geprobeerd in, wat was het, 15 minuten, 20 minuten, publiek te overtuigen dat ze allemaal muzikaal zijn. Volgens mij is dat een drijfveer voor elke wetenschapper. Ik wil bijvoorbeeld weten wat ons muzikale dieren maakt. Dat is wat vooral dat er komen ze allemaal praatjes langs in verschillende maten van indringendheid, geweld. En dan is wel de drijfveer die maakt dat je door dat probleem gestuurd, ik gebruik allerlei verschillende methodes. Ik leen uit de psychologie, informatica, biologie. Allemaal zeg maar zoeken van, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat wij muziek hebben? En nieuwsgierigheid is een soort, ik wil het gewoon weten. Dit is een mooi voorbeeld. Het is geeft levendigheid. Het gevoel van in de collegebank. En dat gebruiken we dan weer nieuwe dingen ontdekken. Om te kijken de wereld, hoe het brein als geheel reageert. De wereld buiten, het ontdekken of in ons hoofd ontdekken. Terwijl je op één plek staat en luistert. De stad Amsterdam heeft natuurlijk iets wat internationaal een heleboel. In mijn groep bijvoorbeeld zijn allemaal, één komt uit Spanje, de andere komt uit Duitsland, de andere komt uit Hongarije. Dus het is een soort levendige internationale sfeer, zowel op de universiteit, in de klas, als bij het onderzoek, als hier in de stad zelf. Dus ik vind het een hele leuke stad om mijn werk te doen.